Verstelling in beeld. Met allerlei materialen, maar prachtig. En hoe langer je kijkt, hoe meer indruk het maakt. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Wat vind ik van dit exercitie van mezelf? Het is in de eerste plaats heel mooi gehangen door een dikke vriend van me, Hans Steffelaar. Die heeft dat prachtig verzorgd, dat zou ik zelf niet gekund hebben. Dat is mijn antwoord hierop. Ik ben er heel blij mee dat het hangt. Gaat u nu vaak exposeren? Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ik heb er enorm mijn hele leven al hekel aan gehad. Ik heb hekel aan publiciteit. Ik werk graag. En publiciteit houdt je van je werk af. Ik ben zo mogelijk elke dag aan het werk. Ja, daar moet het van komen. Houd je ook op de poten, hè, als je op mijn leeftijd nog werken kunt. Ja. Ik schilder ook, jazeker. Ik verdeel mijn werk of verdeel mijn werk. Ik ben aan het tekenen of aan het schilderen of ik maak klein plastieken. Ik neem zo'n beetje de hele route die te nemen is. Hè? U bent gewoon kunstenaar? Ja, als we weten wat dat is. Ik zou niet weten wat een kunstenaar is. Ik bedoel, ja, wat doet een kunstenaar? Die maakt kunst. Dat vind ik erg gevaarlijk. We moeten niet aan kunst doen. We moeten geen kunst maken. Dat is gevaarlijk. Ik heb een blad in mijn atelier. Daar staat op, bij de ingang van mijn atelier, wacht u voor de kunst. Zoals we aan kunst gaan doen, zijn we niet eerlijk meer. Kunst ontwikkelt zichzelf. Het maakt zich. Ik maak het niet. Ja, ik maak het met mijn handen. En verder heb ik daar geen antwoord op. Dus u bent een soort vertaler? Ja, inderdaad. Ja, je maakt het. Je bent onderweg altijd. Hè? En het is een dagboek wat je maakt. En dat mag, als zij willen, mag dat iedereen wel zien en lezen. Als men het ervoor over heeft, uiteraard. Ja, het leven is niet één grote gang van plezieren, natuurlijk, dat weet u ook. Hè? En ik kan het leven vaak heel boeiend, maar ook vaak moeilijk vinden. Maar dat hoort erbij. Ik woon in een heel mooie omgeving aan de voet van de Holterberg. Met een, nou ja, voor onze begrippen grote tuin. En daar geniet ik van. En daar teken ik vaak in ook, in die tuin. En de laatste jaren nu ik, ja, ik ben 88 jaar, dan mag je wel eens binnenwerken ook natuurlijk. En dat doe ik heel veel natuurlijk hoor. Vooral 's winters uiteraard. Vroeger stond ik midden in de winter buiten. Maar dat gaat op een duur een beetje, dat slijt.